Hi allemaal en welkom terug bij een van mijn filmpjes. En vandaag is de laatste video van Vlogmas 2022. Dit is de laatste video die ik dus zal filmen voor december. Ik moet zeggen, het is echt onwerkelijk dat ik het heb gered, heel eerlijk. Het was een best wel aanpoten, omdat wij natuurlijk ook onze sleutel hadden gekregen van ons nieuwbouwhuis. Had ik ook gepost op Instagram en dat kwam in één keer uit het niks, eind november. Het contact de hele tijd was heel wazig. En in één keer kregen we de sleutel. Dus toen ik bezig was met Vlogmas plannen en tegen jullie had gezegd dat ik het ging doen dit jaar voor het eerst, had ik niet verwacht dat we tegelijkertijd ook bezig zouden zijn met ons nieuwe huis. Dus met dat gezegd te hebben ben ik eigenlijk best wel een beetje trots op mezelf. Normaal ben ik dat totaal niet, zeg ik heel eerlijk. Ik ben heel streng voor mezelf, maar ik ben echt heel blij dat ik het heb gered. En ik vond het ook heel leuk om te doen. Het was een nieuwe uitdaging. Het was best wel pittig, moet ik heel eerlijk zijn. Want ik heb ervoor gekozen om niet alleen te vloggen. Ik ben gewoon geen vlogger van mezelf. Ik haal er ook niet zoveel plezier uit om te vloggen als, denk ik, andere YouTubers. Wel wat heel erg fijn is, het is gewoon heel simpel. In de zin van, je filmt je dag. Je hoeft niet speciaal te plannen dat je gaat filmen en dergelijke. En je edit het veel makkelijker dan een zitvideo waarvoor close-ups moet maken of aanbeelden en al die dingen. Dus vandaar dat ik er voor mijzelf, ik snap dat het voor andere mensen wel heel fijn is, maar om die reden had ik eigenlijk een combinatie gemaakt. Vlogmas op mijn manier, met ook adventkalender, shoplogs, vlogs. En ja, dat was daardoor wel heel pittig, omdat het veel video's zijn. 24 video's achter elkaar. Dus ja, ik moet heel eerlijk zijn, ik heb geen idee hoe ik het heb gered. Maar ik heb het gered, dus ik ben heel blij. En het was echt een uitdaging waar ik heel trots op ben dat ik het toch heb kunnen doen dit jaar. Natuurlijk voornamelijk deze video's om te zeggen, hele fijne feestdagen toegewenst. Ik hoop heel erg dat jullie genoten hebben van de video's. En ik wens jullie een hele fijne kerst toe. Hopelijk op jullie manier dat jij er blij van wordt. Of dat nou is met familie. Of gewoon lekker je gaat op vakantie. Of je kijkt een filmpje op de bank. Een kerstfilm met een pyjama aan en een warme chocolademelk. Lijkt me ook heerlijk. In elk geval hoop ik heel erg dat jullie ervan genieten. En daarnaast ook alvast een heel gelukkig nieuw jaar. Want ja, vanaf nu upload ik even niet. Ik heb even vrij. Wat ik heel erg fijn vind. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst met de feestdagen echt vrij ben geweest. Dus ik vind dat heel erg prettig. En ik ga ook echt proberen mijn rust te nemen. En dat kan ook. Want de bouwmensjes, zeg maar, werken ook niet in de kerstvakantie. Dus ik ga ook even echt lekker Oeblitz op mijn Switch spelen. En even bijkomen van deze hele hectische maand. En ik hoop dus heel erg dat jullie een fijne jaarwisseling ook hebben. Dan hoe het eruit gaat zien in het nieuwe jaar. Ik ga dus terug zijn in januari. Uit mijn hoofd is dat 2 januari. Want dat is de eerste dag dat ik dan weer upload. Omdat ik dat niet meer elke dag ga uploaden. Gelukkig. Ik ben blij dat niet meer is. Maar ik ga gewoon terug naar mijn normale uploadschema van 4 dagen in de week. Dus maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Dus de eerste dag was volgens mij een maandag en dat was 2 januari. Dus dan zal ik terug zijn. Gelijk komt er hele leuke content aan, vind ik zelf. Voor de mensen die erop hebben zitten wachten. We zijn dus op dit moment, naast dat ik bezig was met Vlogmas, heel druk bezig met ons nieuwe huis. Dus gelijk op 2 januari zal ik er zijn met een verhuisvlog dat we de sleutel krijgen. En daarna komt er gelijk een empty house tour aan. Natuurlijk hebben jullie wel een beetje kunnen zien van ons nieuwe huis. Al in de vorige verhuisvlogs met de vooroplevering en zo. Maar in die video neem ik jullie echt, zeg maar, een beetje als MTV Cribs stijl door het huis heen mee. Dus dan kan je echt zien de hele layout. En ga ik een beetje uitleggen wat waar komt en wat het plan voor die ruimte is. Dus ja, daar heb ik heel erg veel zin in. Dat hebben we al gefilmd natuurlijk, want op dit moment zijn ze al heel druk bezig. Dus dat moest ik gelijk filmen. Maar die twee komen dus gelijk in het nieuwe jaar eraan. En daarna wil ik een beetje een mengeling maken van de video's die jullie van mij gewend zijn. En opruimvideo's. Want ik moet heel veel dingen uitzoeken, inpakken voor het verhuizen en verhuisvlogs. Ik ga jullie helemaal meenemen. Ik vind het zelf gewoon ook echt altijd heel erg leuk om te kijken bij mensen. Maar nu kan ik het zelf maken, dus dat vind ik wel echt heel erg leuk. Dus we gaan echt samen het huis inrichten en ja, het worden meer vlogs dan dat jullie van mij gewend zijn, maar dan echt verhuisvlogs, waar ik heel erg veel zin in heb. Dus ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Ik hoop jullie heel erg graag weer te zien in het nieuwe jaar. Ik heb er heel erg veel zin in. 2023 voelt voor mij echt oprecht
als een nieuwe start. Want ja, begin dat jaar gaan we ook echt in ons nieuwe huis wonen. Jullie lopen dan eigenlijk een beetje achter met wat er gebeurt. Maar dat is voor mij ook wel heel erg prettig. Vooral na zo'n hectische tijd wat wij hebben gehad nu in december. Is het wel heel fijn dat ik dan in januari, zeg maar, dat ik nu al een beetje vlog wanneer we dingen doen. En wanneer dingen gedaan worden. Dan geeft dat mij minder stress in januari. Want dan kan ik die video's, zeg maar, ja, editen wat ik in december heb gefilmd. Het geeft gewoon iets meer rust. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. En op die manier krijgen jullie wel natuurlijk alles lekker te zien. Maar heb ik iets meer rust in een proces wat ik ook heel fijn vind. En dan gaan we gewoon echt daar wonen. Waar ik mega veel zin in heb. Ik kijk daar zo erg naar uit, zoals jullie weten. Ik kan echt niet wachten. Het voelt oprecht als een heel nieuw begin. En dat ik mijn familie, mijn vrienden, alles heb ik dan weer in de buurt. Ik ga een hobby starten. Ik ga allemaal leuke dingen doen. En ik denk dat het ook gewoon voor mijn geestelijke gezondheid heel erg goed gaat zijn. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Dus ja, er komen heel veel leuke nieuwe dingen aan in 2023. En 2024 gaan Luc en ik trouwen. Dus er komt van alles leuk aan in het nieuwe jaar en volgend jaar. En ik hoop vooral dus heel erg dat jullie hebben genoten. En ik wens jullie hele fijne feestdagen toe. Met dat gezegd te hebben ga ik dus hier beëindigen. Ik ga lekker mijn pyjama aandoen. En ik ga lekker genieten van mijn vakantie. Ik hoop ook dat jullie lekker gaan genieten van je kerstvakantie. En hopelijk zie ik jou dan weer in het nieuwe jaar. Doeg! Bye! Wat ben jij? Oh my god! Just kidding! Balsam vrij simpel. Leuk, handig om in je tas. Oké, ik wou zeggen leuk, handig om in je tas te doen. Want daar hadden we al een conditioner van gehad. Daar hadden we al een conditioner van gehad, volgens mij. Ik moet wel zeggen, het ruikt echt heel muf. Het ruikt echt alsof het in iemands oma 30 jaar heeft gelegen. Zijn nou in iemands oma? Ik bedoelde in iemands oma's huis. Oeh, oké. Ja, je kan gewoon niet controleren hoeveel eruit komt. Nu zit het echt helemaal over mijn hand heen. En dat was dan de adventkalender. Ik ga de schade... Oh, er valt ook echt een flap vanaf. Aan jullie laten zien. Dit is hoe goed ik ben in zulke vakjes openen. Dat je het vast weet. Ik zal hem even openmaken. Kijken hoe hij ruikt. Oeh. Hij ruikt niet lekker. Oh, nee. Oh. Ugh. Oh, ik ging ook echt... Weet je wel dat je er heel enthousiast ingaat? Van dit gaat lekker ruiken. En dan vervolgens is het echt zo van... Ugh. Waarom deed ik dat? Oh. Ik vergeet het dat er zo'n ding op zit. Dat is natuurlijk logisch, nou wel. Waarom vergeet je dat? Ik doe dat altijd zo en dan zit het bijna in mijn mond. Oh. Ik zei bijna, maar nu zat het gewoon in mijn mond. Want we krijgen ook van die teen... Ik wou zeggen teenvingers. Jongens, ik ben echt te moe wanneer ik dat film. Oh, het voelt alsof je iemand zijn nek breekt, maar dan op een goede manier. Ik wist dat ik dit niet moest zeggen. Oh, it's core! A big love, not sickness. Oh, it's time!